Op dit moment zit ik in een leeftijdsperiode dat ik mezelf leer kennen en erachter kom wat voor persoon ik eigenlijk wil zijn. En ik ben erachter gekomen dat ik dit niet zo makkelijk vind. Ik ben nog jong, dat weet ik, maar ik zit al een hele lange tijd met mezelf te struggelen. Wat zijn mijn interesses? Wat zijn mijn prioriteiten? Wat wil ik in het leven bereiken en hoe zie ik de toekomst voor me? De hoofdvraag van alles is wat wil ik nou echt? Die vraag stel ik mezelf elke dag, maar op dit moment heb ik er nog geen goed antwoord op. Ik denk te veel na over alles wat ik doe, over wat mensen van mij vinden. Ik word onzeker van verschillende dingen en ik stress om niks. En dat is helemaal niet nodig, ook al gebeurt het wel. Alles gebeurt gewoon onbewust. Maar hey, dit is mijn leven en ik mag het zo indelen hoe ik het zelf wil. En dat geldt voor iedereen. Focus op jezelf en niet op anderen. Hoe lastig het ook kan zijn om jezelf gelukkig te maken, je moet onthouden dat je jezelf op de eerste plaats zet. En om nog even terug te komen op iets wat ik al eerder heb gezegd. Ik weet van mezelf dat ik de komende tijd nog steeds met mezelf ga struggelen. Maar ik ben het leven als een leerproces gaan zien en wat er ook gebeurt, alles gebeurt met een reden. Ook ben ik gaan beseffen dat ik nog alle tijd heb om mezelf te ontdekken en te worden wie ik wil zijn. Het is niet erg om steeds te veranderen. Het is juist de bedoeling dat je jezelf en het leven gaat ontdekken. Denk positief en blijf positief denken. Blijf jezelf motiveren en maak jezelf gelukkig. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren. En tot slot, verandering is goed, zolang je maar jezelf blijft.